begin jaren 80 bleek dat de lange termijnplanning niet optimaal had plaatsgevonden. De vereniging werd gedwongen alle banen te renoveren. Om dit mogelijk te maken en tevens ruimte te scheppen voor nieuwe investeringen, bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, werd besloten tot overdracht van de grond aan de gemeente Diepenveen. Peter Knippe rondde in 1986 als voorzitter van de stichting de verkoop van het park aan de gemeente Diepenveen af. Het park werd verkocht voor 117.000 gulden en de club kreeg het gebruik om niet. Oftewel, gratis. Een goede deal vond men. Rond 1987 was Peter Knippe voorzitter van de beheerscommissie en werd onder voorzitterschap van Joep Vergoeze benoemd tot voorzitter van een bouwcommissie. Die verder bestond uit Floris van Ekert, Jan-Josef Schoenmaker, Philip Veldpapen en Paul Wezi en de Schalkhaarse aannemer Harry Willemsen. Als opdracht kregen ze mee de verbouwing of nieuwbouw van het clubhuis te onderzoeken. In een brief van 30 mei 1989 lieten ze het bestuur weten: de nieuwbouw van een goed clubhuis is niet mogelijk voor het toegestaande budget van 275.000 gulden. Een budgetverhoging tot 350.000 of 400.000 gulden zal minimaal nodig zijn. Het advies van de commissie was dan ook het uitbreiden van het bestaande clubhuis. En ik weet dat mijn vrouw, die liep toen hier op een zondag langs het park. En daar was een groepje aan het tennissen. Daar zat Beb Fuchs zat erin. Er zat, die architect die hier vlakbij woonde, Koen Hulsel. Die aannemer, Koen Hulsel zat erbij. Die oud-politie-inspecteur, Hanke zat erbij en ik zat er van die mensen. En toen vroeg Ronnie dat en toen zei ze, nou, we moeten nog iemand hebben. Toen is Ronnie voor dat clubje gebracht en zo zijn we eigenlijk zo hier die vereniging binnengerold. De jaren 80 ging het de club sportief voor de wind. Er bestond een wachtlijst en toernooitjes en competities zaten boordevol. De door Floris van Ekert aangehaalde problematiek van bestuur tussen stichting en vereniging werd eindelijk eens goed aangepakt. Hiervoor werd Hans Swolsman benaderd. Zijn vrouw Maurits zat al in het verenigingsbestuur, organiseerde van alles en was veel op het park te vinden. Ik zocht hen maar eens op om wat herinneringen op te halen. De stichting die verhuurde aan de vereniging, maar die financiën liepen allemaal door elkaar heen, dus er was helemaal geen zicht meer op. En toen heb ik samen met Wim Roorda en met Kees Reube hebben we toen die stichting Nieuw Leven ingeblazen. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. En dat is toen is het, waar de stichting op het ogenblik gebleven is, weet ik niet. Die bestaat misschien nog steeds. Maar het park is in de tijd wel verkocht. Wacht even, het is verkocht aan de gemeente. Dus toen is het waarschijnlijk de stichting ook wel opgeheven. Maar dat is na mijn tijd geweest. En dat waren de belangrijkste activiteiten die ik daar gedaan had. En toen vond men het toch wel zodanig interessant dat ze me erelid gemaakt hebben. Waarschijnlijk deels omdat Maurits erelid werd. Dat ze nou, laten we voor hem ook wat doen. Dat is wel aardig. Ja, dat was heel erg Jan Geurtsen in die tijd, hè? Ja. Ik bedoel, als stimulator van dat soort dingen. Ja, dat was echt een stimulator van dit soort. Beloning. Die vond dan belangrijk dat je daar nog wat aan had door de inzet op je park. En je doet het met veel plezier. Dus net zo goed als ik geen lintje hoef. Ik vond dit ook wel prima. Maar ja, als het dan ineens gebeurt, gebeurt het. Nou, we hadden natuurlijk in de beginfase, natuurlijk, toen we de stichting waren, waren wij natuurlijk verantwoordelijk voor het hele doen. En wij wilden, dat gaf ze wel dat bonje, wij wilden natuurlijk zoveel mogelijk geld hebben. En we zeiden, de club heeft in feite helemaal geen geld nodig, alleen maar voor de dagelijkse dingen. Wij zorgden ook voor drank en zo, en betaalden de groundsmen en zo, dat was het werk van de stichting. En wij probeerden natuurlijk de schuld af te bouwen. En het was natuurlijk wel zo dat we stiekem wel zagen dat die club toch wel op een gegeven moment dat we vonden, die hebben veel te veel in de kas, hè? Of een volgende uur. Hè? Maar daarom vond ik dat toen de tijd ook, die deal met de gemeente, toen de tijd, weet ik, betaalde je voor een baan. Als je een baan ergens ging huren, dan moest je toen de tijd neertellen 700-800 gulden per jaar, per baan. Dus het rekensommetje was vlug gemaakt. 7 banen. He?
maal 7000, zeg maar kleine 50.000, zou je dus hier aan huur moeten betalen. Nou, als je dat 30 jaar niet hoeft te doen, even kapitaliseer dat, nou, dat is een koopje. En daarom snap ik ook niet naderhand, want in onze tijd hadden we dus Kees Reube als penningmeester, die had natuurlijk helemaal boven de centen, werd natuurlijk geld gereserveerd. En dat was natuurlijk noodzakelijk, want als je geen huur hoeft te betalen, ja, dan moet je natuurlijk voldoende geld hebben voor, dan moet je wel reserveren natuurlijk voor onderhoud. En die mogelijkheid was natuurlijk ruim aanwezig, omdat je geen huur hoeft te betalen. De taak was om de stichting weer nieuw leven in te blazen. De stichting was het orgaan die het park in beheer had, in eigendom had. Die beheerde ook het park en die verhuurde het park aan de tennisclub. En die activiteiten liepen allemaal door elkaar heen. Dat was financieel was het helemaal niet meer helder. En in ieder geval hebben we toen begonnen om reservepotten te gaan maken voor toekomstig onderhoud. Want die waren er helemaal niet. De vereniging die dacht alleen maar aan de competitie spelen en voor de rest was wel mooi. En we hadden altijd Tuur Heeman al jaren. Tuur Heeman als penningmeester, die had ook een financiële administratie die niet uit wijs kon. Maar dat was het belangrijkste, dat die die stichting weer nieuw leven ingeblazen moest worden om te zorgen dat er continuïteit kwam in het beheer van het park. Want dat ging langzamerhand helemaal verloederen, daar gebeurde niks aan. Er was ook helemaal geen geld gereserveerd voor een nieuw onderhoud. En zaten er mensen in de stichting, bestuur die ook in het bestuur van de vereniging zaten voor die tijd? Voor die tijd wel, voor die tijd was het één geheel. De stichting heeft het park verkocht aan de gemeente, niet uit rijkdom. Nee. En toen is waarschijnlijk die stichting opgegeven. Ja, dat zit er dik in, ja. Ja, in de tussentijd heb ik een tijdje in het bestuur gezeten dus met voorzitters Wim Veneman en Floris van Ekert. Die twee voorzitters. En er gebeurde gewoon veel in die tijd. Op een gegeven moment was Park Brabant ook wel heel erg hot in de tijd tot dat eerste team, toen met Mark. Jullie marktje speelde vrij hoog en dan hadden we inderdaad grote bezetting op Parmerabond. Voordat het oude clubhuis was er zo'n rolluik. Was er. Ja. Kerren. Om de klipkap kapot en dat deed Koen altijd. Koen deed dat rolluik en ook de verwarming. Wat er, dat was natuurlijk om de klipkap. Moest hij komen of niet? Hier weet je wel, een van de jongens van de monteurs komen om dat ding weer te repareren. Zoals Zalland Koster. Ja, dat was toen de tijd. Nee, maar ik weet dat we hebben natuurlijk. Ik denk wel dat we een beetje een transitietijd hebben gehad. Overgaan van dat hele oude en het ook een beetje. Elitair was het natuurlijk altijd. Is het toch een beetje gewoon geworden? Want het was natuurlijk een schitterend park. In begin 1993 kon Peter Knippe, ondertussen zelf als voorzitter van onze vereniging, het nieuwe clubhuis openen. Na Peter Knippe werd Ben Wesseling een aantal jaren voorzitter. In de eindjaren 90 opgevolgd door Pieter Lering, een jonge advocaat uit Deventer. De jaren kenmerkten zich als gezellige clubjaren, maar voor de noodzakelijke commissie en bestuurswerkzaamheden moest steeds vaker op een steeds kleiner wordend clubje enthousiaste leden worden teruggevallen. Het aantal leden liep terug, maar ook de samenstelling van het ledenbestand veranderde. Het ooit als elitair bestempelde TC Park Brabant werd steeds meer een dorpsclubje. En misschien was dat maar goed ook. In 1986 schreef Joep van Groezen al eens in het clubblad: iedere keer opnieuw worden bestuursleden van de vereniging geconfronteerd met helaas vele leden die op zijn minst de indruk wekken bestuur en commissies te beschouwen als onderdelen van een facilitair bedrijf dat de taak heeft service te verlenen aan de leden die daarvoor een contributie betalen. Ik moet zeggen dat ik deze quote eerder toedicht aan Jan-Willem Geurtsen, die tot die jaren en al vanaf de oprichting ongelooflijk veel energie in de vereniging had gestopt.
En hij had er altijd flink de pest in als er commentaar werd geleverd op commissies of bestuursleden. Na Pieter Lerink, die de club door het millennium loodste, kwam Ron Sauteeuwis. De club ging het een stuk minder voor de wind als in de jaren daarvoor en er waren nog maar 300 leden. Tijd voor een rigoureuze verandering. Het roer moest om. Het is voor mij 400 meter. Maar je was zelf toen pas 1 jaar lid van Park Brabant? Ja. Toen je aanbood? Nou, ik was eigenlijk pas een week lid, om maar zo te zeggen. En toen bood je je al aan om voorzitter te worden van deze vereniging? Ja. Ja. Dat is rap. Ja, dat is heel rap en dat kwam ook omdat ik merkte dat waar ik bij Park Brabant vroeger van kende, van de elitaire tennisclub, het hier eigenlijk een vereniging was geworden die zeg maar op zijn platvloers gezegd op sterven na dood was. Er waren nog 310 leden, 10 jaar achterstallig onderhoud en er was ook nog een schuld bij de bank. Ja, en dan kun je gewetenloos een wijntje blijven drinken, maar je kunt ook zeggen van joh, ik ga mijn nek uitsteken. En de club helpt om verder te komen. Maar dat doe je nooit alleen, dan heb je altijd andere mensen. Zeggen Ron en ik van, we moeten wat gaan doen met die club. Die club, het bestuur begint een beetje te haperen. We gaan samen aan de gang. We gaan wat doen. Nog met een aantal andere heren op de dinsdagavond en dames hebben een nieuw bestuur gevormd. Ron die werd voorzitter. En ik werd voorzitter van de wedstrijd- en recreatiecommissie. Edwin van der Weijden werd voorzitter van de bouwcommissie. En zo hebben we met z'n allen het zaakje getrokken. En zijn we een nieuw bestuur gaan bouwen. Een nieuw beleidsplan gaan zetten. En Ron, die was voorzitter, die ging bouwen en die ging met name de club transformeren. Zorgen dat we er nieuwe leden bij kregen, dat we iets meer verjongden en dat we iets meer een verenigingsclub werden, geen eliteclub meer. Je zoekt natuurlijk altijd wel leden die bij een vereniging passen. Het heeft natuurlijk geen zin om mensen binnen te halen die totaal niet bij de cultuur van de vereniging passen. En ik denk dat we daar met z'n allen wel in geslaagd zijn. Ondanks dat voetballers natuurlijk wel een iets andere mentaliteit hebben dan tennissers. In het sociale leven ook wat anders erin staan dan de gemiddelde tennissen. Maar juist die mix daarvan maakt het wel heel interessant en werd het ook wat meer open. Tennis Club Park Brabant was natuurlijk voor de buitenwacht een relatief elitaire club. Die in de ogen van een aantal dorpelingen ontoegankelijk was. Ik denk dat we toen die tijd wel redelijk de boel opengebroken hebben, ja. Nou. Er werden met name veel leden vanuit de voetbalschalkhaar werden erbij betrokken. Er werden veel leden van buitenaf bij betrokken. Dat kreeg best wel een boost. Op de een of andere manier lukte dat ook. Had een aantrekkingskracht. Zat goede sfeer in. En dat gaf dynamiek. En de dynamiek die uitte zich ook in toen Ron en Rand zei, we gaan het clubhuis verbouwen. Nu we leden trekken, moeten we ook zorgen dat ze houden. Hoe krijgen we dat spul goed voor elkaar en hoe krijg je dat goed betrokken? En toen is er enorm veel veranderd op het park. Dus behalve het feit dat Ron ervoor zorgde dat we nieuwe leden kregen, zorgt hij er ook voor dat we het clubhuis verbouwd hebben. Het heeft wel een paar cent gekost, maar ja, dan heb je ook wat. Nou, wat een van de mooie herinneringen vind ik nog steeds het Deventer Tenniskampioenschap wat wij toen hebben mogen organiseren. Waar met name Bea van der Weijden heel veel tijd in gestoken heeft. En wij voor het eerst sinds jaren zeg maar, het park zo ongelooflijk vol hebben gehad met mensen. Nou is dat natuurlijk leuk hè, als je heel veel mensen bij zo'n evenement hebt. Maar de voorpret die we eraan hadden en de zorg om alles goed voor elkaar te krijgen met die clubmensen die dat regelen. Ja, dat was echt fantastisch. Dat was een teamspirit. Als je dat op de huidige tijd projecteert, dan krijg je dat niet meer voor elkaar. Een vereniging bestaat uit mensen die met hart en ziel en zaligheid bezig zijn. En die er lol uit hebben. En waar uiteindelijk de kosten die je met z'n allen maakt voor zo'n park gedekt worden. Maar het is allemaal liefdewerk wat erin gestopt wordt door mensen. En ja. Ik denk dat ook betalende leden dat moeten beseffen. Daarom vind ik het eigenlijk erg jammer dat veel mensen hun baddienst afkopen. Ik vind als je een baddienst is zoiets waarbij je ook betrokken bent bij de vereniging. Leer je mensen kennen, je kan wat doen. Zelf hoefde ik als voorzitter geen baddienst te draaien, maar ik deed het met veel plezier. Je bent echt betrokken, je hebt dan echt contact met de mensen. En dan weet je wat er speelt. Dan hoor je ook als er gezeur is en gezeik is, dan kan je op tijd ingrijpen. Ja. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the whiskey. In 2010 is het park grondig gerenoveerd. 3 gravelbanen werden vervangen door een all-weather ondergrond waar niet iedereen blij mee was.
Tennis is een traditionele sport en spelen op gravel blijft toch het prettigst. Gelukkig werden de overige gravelbanen grondig gerenoveerd. Er werd ook afscheid genomen van de clown als logo van de vereniging. En er werd een professionele website gelanceerd, ondersteund door een digitaal clubblad. Dat betekende tevens het einde van het vertrouwde papieren netwerk, waarvan de voorkant thuis aan onze keukentafel door mijn vader werd ontworpen. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's gonna be feeling so much better. You trade all the money in the world, it just to see. TC Park Brabant was een nieuwe weg ingeslagen. Het oude establishment had definitief plaatsgemaakt voor nieuwe enthousiaste leden die op hun eigen wijze de lijnen uitzetten. De club heeft tegenwoordig haar eerste vrouwelijke voorzitter. Zij staat met het bestuur voor een enorme uitdaging. Het chique karakter van het tennispark zal niet snel verloren gaan, al was het alleen maar om de geweldige ligging zo midden in een park. De elitaire uitstraling van de tennissport was er al jaren af en zo had dit ook bij TC Park Brabant zijn gevolg. Recreatietennis staat voorop en het prestatieve karakter lijkt een beetje in een verdomhoekje te zijn geraakt. Ik denk dat tennis en sport een hele goede toekomst gaat. Alleen het is een kwestie van je moet gaan mengen. Je moet dingen gaan verbinden. Ik denk dat hier in Schalkhaar de verenigingen die zich met de sport bezighouden samen op moeten gaan trekken. Zowel SV Schalkhaar als de tennis. Om mensen de mogelijkheid te bieden om beide sporten te kunnen gaan doen. Zodat kinderen relatief drempelvrij van de een naar de andere vereniging kunnen gaan. Ik denk dat dat heel wezenlijk is. Je ziet, voetbal blijft nog steeds in de lift zitten. En jongetjes vinden het hartstikke mooi, maar na verloop van tijd is tennis een prima tweede sport. En als je dat kan combineren en je kan ze allebei aanbieden, dat is ook goed voor de jongens als ze voetballen. Het is een kwestie van conditie opdoen en lopen. Maar je kan je voorstellen dat ze bij de voetbal daar niet op zitten te wachten, hè? Die hebben die noodzaak niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. En ik denk dat aan de andere kant heb ik wel het idee dat als je kijkt bij Sportmiddag Nederland, dat integraal tennis een... ik kan niet zeggen een probleem heeft, maar toch wel een uitdaging heeft. Hoe ga ik het dalende ledenaantal toch stoppen? En hoe krijg ik jeugd op een goede manier toch binnen de tennis? De tennissport verloor veel aan belangstelling de afgelopen tijd. Vooral onder de jeugd. Of dit nu komt door de opkomst van spelcomputers, smartphones of de enorme populariteit van voetbal of andere sporten, maakt niet uit. Alleen door creatief om te gaan met de mogelijkheden en het benutten van kansen die er liggen om de aandacht van de jeugd weer te trekken, kunnen de Deventer tennisverenigingen overleven. Zo niet, zullen er helaas misschien enkele moeten vallen. Ik hoop niet dat het in Park Brabant ooit zover komt. Daar waar het tennis in Deventer ooit begon.